Durf te denken. Als je kleding gaat shoppen, dan is de kans heel erg groot dat iemand ver weg er hele lange dagen voor heeft moeten maken voor heel weinig loon. Als er katoen in de kleding zit, dan is daar ook heel veel gif voor gebruikt en water om het te verbouwen. En er zijn natuurlijk ook allerlei andere manieren hoe bij de productie en transport van kleding het milieu wordt geschaad. Dus je kunt maar beter geen kleding meer kopen. Maar het goede is dat je natuurlijk wel kleding kunt ruilen. En vandaar deze handleiding voor een kledingruilfeestje met de titel Jouw Vod is Mijn Vintage. En dat is een soort van ruilfeest met een catwalk en gillende dames. Nou, ik ga helemaal uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Om te beginnen, wat heb je ervoor nodig? Een catwalk, 5 modellen, een omkleedruimte, een presentatrice, een paar 100 kartonnen kaartjes met veiligheidsspelden eraan, een aantal grote dozen en een paar kledingrekken. Dan, hoe gaat het in zijn werk? Je nodigt een heleboel stoere vrouwen uit om hun kast uit te zoeken en met hun oude kleding naar het feest te komen. Dan sorteer je de kleding in die dozen en dat breng je naar de kleedruimte waar de modellen klaarstaan. Zij zoeken daar mooie setjes uit en die gaan ze showen op de catwalk, terwijl de presentatrice het allemaal aanprijst. Weinig enthousiast dingen, maar toch graag. Oh! En de opdracht aan de verzamelde dames is om te gillen als zij iets zien wat ze leuk vinden. En wie het hardst gilt, die krijgt het. En de presentatrice die beoordeelt dat dan, wie het hardst gegild heeft. En vervolgens schrijft het model de naam van degene die het gewonnen heeft op dat kaartje met die veiligheidsspel. En aan het eind van het hele gebeuren komt alle kleding uit het pashok weer tevoorschijn naar het publiek. En kan iedereen hetgene ophalen wat ze gewonnen heeft. Maar er blijft natuurlijk altijd nog veel meer over. Dat wordt opgehangen bij de kledingrekken. En ga je maar. Als je er wat meer van wil maken, kan dat natuurlijk ook. Je kan het feestje aankleden door een DJ uit te nodigen. En bijvoorbeeld het mobiele naaiatelier te vragen om de kleding te pimpen. Of een barretje erbij maken. En zo wordt het echt feestje. Deze broek, die heb ik eraan overgehouden. Durf te denken!